Hoeveel bedpartners heeft hij gehad? 4, volgens mij. Gerard Joling heeft naar eigen zeggen 4500 sekspartners gehad. Ja, de zanger is erg open over dat aantal, maar is de gewone Nederlander dat ook? Ja, dat is veel. Ja, erg veel. Ja, vind ik ook. Ik kan me niet voorstellen dat je 4500 bedpartners hebt. Nee, hoe dan? Geloof ik niks van. Hij kan mij nooit voorbij gestreven zijn. Ik denk dat je het zelf moet weten, maar vooral met je naaste moet delen en niet met de hele wereld, zoals hij dan nu doet. Gewoon over praten. Ik vind wel dat het zo makkelijk is om dat dan gewoon maar met elkaar te bespreken, om het gewoon zo open mogelijk te houden. Ja, straks even in één keer een solo ergens opgelopen of zo en dat hoef ik allemaal niet. Ik hoef het niet helemaal aan iedereen te delen, dat hoeft niet, vind ik niet nodig. Uiteindelijk, als je van iemand houdt en iemand tegenkomt die op je pad komt en die goed bij je past, dan, en hij zegt ik heb 40 bedpartners gehad bijvoorbeeld, nou ja, dan is dat zo, dan kan ik niets meer aan veranderen. Dus. Ik denk dat je dat alleen zou doen als je denkt dat het te veel is. Ik denk dat het voor een meisje juist wel weer een beetje hoerig kan overkomen. Ik denk dat mannen vaker wat extra erbij doen dan dat het eigenlijk is. Hoeveel bedpartners heeft hij gehad? 4, volgens mij. Ja, volgens mij ook, ja. Ja, het is niet bij te houden. Ik heb wel een balboekje, maar er zijn er wel een aantal van uitgestreept. Een balboekje, daar komen mensen in te staan die de moeite waard zijn. Ik ben heel saai. Mij is alles onder controle en rustig. Heeft u een relatie, meneer? Ook, ja. Ja. En weet die uw bedverleden? Nu wel. Grotendeels. Grotendeels. Nu wel.